kijkt. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de attractietesten. We zijn in Aken in de Summer Band, als ik het me niet vergis. En we gaan de flipper van Maze doen. Ik ben niet zo'n heel groot fan van flippers. Want in het verleden ben ik er nogal behoorlijk misselijk uitgekomen. Alleen Dylan naast me had zoiets. Alles of niets. Alles of niets. Dus we gaan hem doen. Live life to the max, zullen we maar zeggen. Precies. Zo is het. Aan het voordraaien met de gondelrem erop gaat zo dadelijk de schijf omhoog. Dat doet hij nu. En dan gaat de gondelrem eraf en dan heeft hij zware slagen hoor, want dit is een huismachine. En kan jij de Coaster Rider video nog herinneren? Daar had ik toch uitgelegd dat huismachines van die lompe zaken zijn. Nou, dit is daar zeker eentje van. Oh. Sunny to town, I know the gentleman.
Dat was hem weer. Dat was hem. Oh, nou, we hebben geen hernia gekregen. Nee. Gunstig. Schitterende achterhand ook. Kijk, alles daar netjes in de ledverlichting. Ja, daar heb ik tijdens in natuurlijk geen tijd voor om dat allemaal te bespreken. En hoe kan je deze attractie nou in één woord samenvatten? Hus. Als je hus op een attractie ziet, instappen. Dan weet je gegarandeerd dat er een leuke rit in zit. En dat was de flipper van Mees. Ja, ik wist eigenlijk niet zo heel erg goed wat ik ervan kon verwachten. Want ik had eigenlijk een hele oncomfortabele slag verwacht. Dat omdat je zo helemaal naar voren geheld staat en omdat die gondels gewoon zo ontzettend zwaar zijn, heb je gewoon hele lompe, zware slagen. Maar verrassend genoeg waren die eigenlijk best comfortabel. Want de vorige keer dat ik een keer een flipper gedaan had, kwam ik er echt misselijk uit. Nu totaal niet. Ik heb geen idee hoe dat het komt. Maar één ding weet ik wel. Deze draait inderdaad gigantisch hard. En als je van flippers houdt, is dit zeker een aanrader om te doen. Mensen, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.